kijken naar buiten, naar het uitzichtloze dat nu stilaan mijn uitzicht is geworden. Een klimroos zonder rozen, verdorde dingen, een door koude bij elkaar gebeden rijm op alle takken. En een nergens willen thuis horen dat hier wil blijven. Ik, jij en een verloren zijn dat makkelijk te vinden is. Berchem, kogels als Ilij. Ja, Herman de Koning heeft ontegensprekelijk zijn stempel gedrukt op de buurt. Ik heb hem nooit gekend, ik woon hier pas. Maar zijn weduwe komt hier regelmatig langs. De kogel Zozy Leij is de perfecte ambassadeur voor het fin de siècle gevoel. De statige herenhuizen werden gebouwd voor de bourgeoisie en vormen samen een eclectische mix van bouwstijlen. We vinden hier vooral veel Art Nouveau met een prachtig tegelwerk. De straat is ontstaan en groot geworden dankzij het openbaar vervoer. Met de verfraaiingswerken aan het nabijgelegen stationsplein zien we hier minder pendelaars dan voorheen. Wel, ik kom dus dagelijks in de kogels als Ilij. Ik moet hier zijn voor mijn werk in de buurt. En ik moet zeggen, het is een prachtige straat. Ik zou hier gerust zelf willen wonen. Prachtige herenhuizen hier in de buurt ook. En ik moet zeggen, sinds dat het plein zijn voltooiing nadert, is het hier echt wel aan een heropflakkering bezig. Dus ik heb echt wel de indruk, kogels als Ilij zal terug naar zijn oude waarden verheven worden.